Welkom bij alweer de vierde talkshow van 023 Voetbal. Met speciale gasten vanavond Henny Rukert, trainer bij de Koninklijke HFC en radioverslaggever van Radio Zandvoort. En onze speciale gast Frans Stijnman, dagelijks leven IT-specialist en in het weekend specialist op de velden op het gebied van scheidsrechterzaken, arbitrage, opleiding bij KNVB, etc. Heren, welkom allemaal. Ik wil het vanavond eens even hebben over de nieuwe. Het nieuwe spel van de KNVB, het nieuwe pupillenvoetbal. We gaan vanaf september gaan we beginnen met kleinere velden. Kleinere hoeveelheid spelen, 2 tegen 2, 4 tegen 4, 6 tegen 6, et cetera. Gaat er een hoop gebeuren. Frans, wat vind je ervan? Nou ja, los van de effecten of de consequenties van voor trainers en zeg maar de trainingen die bij voetbalclubs moeten worden gegeven, heeft het ook consequenties voor arbitrage, wordt wel eens vergeten. Het heeft ook consequenties voor het aantal vrijwilligers wat nodig is om al die kleinere teams om die te begeleiden. Want ja, die kids, het is nu al lastig om vrijwilligers te vinden, ouders te vinden. Die vaak met die kinderen mee naar wedstrijden gaan als ze uit moeten spelen. Maar dat aantal vrijwilligers zal toenemen omdat het aantal teams ook toeneemt. Dus dat gaat voor clubs nog wel wat consequenties hebben. Jazeker, jazeker. En worden jullie werkloos? Nee. Nou ja, dat is wel een goede vraag van jou, Henny. Zoals je weet zijn Jos en ik al jaren actief bij HFC om voor alle B-categorie wedstrijden arbitrage te regelen. Met name op zaterdag bij F-junioren en de E'tjes, wat tegenwoordig onder 8 en onder 9 heet. En ook onder 10 en onder 11. Dus al die wedstrijden voorzien wij van jeugdscheidsrechters. Dat programma loopt al een aantal jaren, dat doen we met veel plezier. Maar dat heeft ook veel effect. Elke wedstrijd wordt voorzien van een goede scheidsrechter. Alleen, de KNVB heeft in zijn wijsheid besloten dat de wedstrijden onder 9... en onder 8 niet meer van een scheidsrechter hoeven te worden voorzien. Nee, en dat heeft voor ons de consequentie dat jeugdscheidsrechters niet de kans krijgen om praktisch te leren wat het betekent om een wedstrijdje in goede banen te leiden. En dat is lastig, dat is vervelend. Ja. Hoe denk je dat het zou gaan als ouders de functie van een scheidsrechter gaan overnemen? Hoop herrie, kabaal enzovoort. Daar weer geldt dat de KNVB denkt, vindt dat ouders en begeleiders, coaches dat zelf moeten gaan regelen. Je kan je afvragen of dat gaat werken. Wij merken zelf al op zaterdag, Jos, dat vaak ouders die zich met het spelletje bemoeien, met scheidsrechters bemoeien, dat dat nog wel eens tot discussies leidt en rare reacties. Ik weet zeker dat zodra ouders en begeleiders dat zelf in goede banen moeten gaan leiden en er geen scheidsrechter meer in het veld staat, dat dat voor die kinderen verwarrend werkt. En dat het ook nog wel eens tot discussies zal gaan leiden, want ze zijn het niet altijd met elkaar eens. Nee. En de ouders ook niet. Nee. En die blijven zich ermee bemoeien. Die blijven zich ermee bemoeien. Dus los van het feit dat het voor ons minder mogelijkheden biedt om jeugdscheidsrechters op te leiden, zal het ook leiden tot meer discussies, vermoed ik, in het veld, als ouders en coaches zich met het spelletje, met de regels gaan bemoeien. Ja. Je krijgt nu ook dus 4 tegen 4 op een kwart veldje, zodat in godsnaam al moet worden gedaan met zoveel spelers. Ja, dat is inderdaad. Wat ik me ook afvraag, misschien weet jij dat, Henny, heeft het enige consequenties voor de competitie? Gaan ze nu echt ook met 4 tegen 4 naar de AFC en naar de Allianz voetballen? Om de competitie op die manier door te laten lopen? Of is het zo van, men gaat 4 tegen 4 en het wordt eigenlijk onderlinge wedstrijdjes tussen HFC. En zodra men op een groter veld komt, dan gaat de echte competitie beginnen. Nou, voor zover ik het begrepen heb, de huidige onder 8 en onder 9 gaan komend seizoen, dus seizoen 17-18, gaan die in die nieuwe spelvorm gaan die wedstrijden spelen, maar ook gewoon weer bij clubs op bezoek. Ja. Dat gaat gewoon door. Ja, dat is komend seizoen. Dus onder 8 en onder 9. Dat start in september, dus eind september gaat dat van start. Ja, ja. En die gaan het komend seizoen 17-18 gaan die met die nieuwe spelvormen gaan die aan het werk. Het seizoen daarna, 18-19, komen onder 10 en onder 11 daarbij. En ook onder 12. Dus dan gaan de huidige onder 12 spelers die nu op een groot veld voetballen, die gaan ook naar een kleiner veldje toe. Ook daar weer de consequentie van geen scheidsrechter. Dus ouders en coaches die dat onderling allemaal moeten gaan regelen. En helaas voor ons de consequentie, Jos, dat wij geen mogelijkheden meer hebben, of minder mogelijkheden hebben, om onze jeugdscheidsrechters op een groot veld te laten leren fluiten. Want dat aantal wedstrijden neemt af, helaas. Het idee is volgens mij ontstaan. Ja, jammer. Ja. Het idee is volgens mij ontstaan bij de KNVB. De KNVB en jij, dat zijn niet de beste maten. Jullie kunnen het niet altijd even goed met elkaar vinden, maar. De KNVB denkt dus dat met 4 tegen 4 dat men beter tot zijn recht kan komen met het voetbal. Maar vinden jullie niet dat 4 tegen 4 eigenlijk thuis hoort tijdens een training? En als je echt gaat voetballen, dan moet je toch die ruimte beter te benutten. En als je alleen maar
op 4 tegen 4 zo'n klein kwart veldje zien. Dan krijg je natuurlijk ontzettend problemen. Feyenoord, de nieuwe kampioen van de Eredivisie en Wim Jansen, hebben een bepaalde mening hierover. Die vinden het helemaal niks. Ik vond het in het begin ook helemaal niets, maar de mensen die bij die avonden geweest zijn die de KNVB heeft georganiseerd, zijn wel enthousiast. Die denken inderdaad dat het voetbal ermee vooruit gaat. Ik vraag het me af. Wim Jansen zegt, de kinderen, de jonge spelertjes, moeten ruimte leren beheersen. En op die kleine veldjes leren geen ruimte beheersen. Wat wel gebeuren gaat natuurlijk, is dat er meer balcontact is. Als je 4 tegen 4 speelt, krijg je meer de bal dan wanneer je 7 tegen of 8 tegen 8 speelt. Ja. Dat is natuurlijk wel zo. Denk jij niet, Henny, dat door trainingen nu al op kleine veldjes plaatsvinden, dat daardoor die kinderen nu ook in het huidige systeem al veel meer balcontact hebben? Ja. Alleen door een groot veld meer ruimte zien en mogelijkheden hebben om beter te combineren met elkaar. Ja, absoluut. Maar alle trainingen, althans voor zover ik weet, zijn gebaseerd op 3 tegen 3, 2 tegen 2, 1 tegen 2. Dus dat gebeurt al? Ja, natuurlijk, al jaren. Ja. Ik kan me niet anders herinneren dan dat we dat doen bij de jeugd. Ja. Dus wat dat er gaat, is er niet veel vooruitgang. De enige vooruitgang is meer balcontact tijdens een wedstrijd. Maar ik weet het niet hoor. Worden hiermee ook de clubs opgezadeld met veel extra kosten? In ieder geval moet je meer ouders bereid vinden om te helpen, want je hebt meer teams. Je krijgt kosten voor extra doeltjes, je krijgt kosten voor extra shirtjes, je krijgt allerlei dingen extra. En daar, misschien dat hoe heet die loterijen in Nederland? De Goede Doelen Loterij. Ja, misschien. Bovendien voor een club als HFC, mind you, 2000 leden, waarvan bijna 1400, 1500 jeugdleden volgens mij. Groot deel in de jongste pupillencategorie die daar graag hun wedstrijdjes willen voetballen. Al die ouders die teams die moeten worden begeleid. Dus het legt extra druk op vrijwilligers. En dat is al een aardige uitdaging, kan ik je vertellen, om vrijwilligers te vinden die kids willen begeleiden. Ouders staan niet altijd in een rij om op zaterdagochtend om 8:30 in Bloemendaal of op een andere plek in de regio West langs de lijn te staan. Dus ik geef het je te doen. Voor een vereniging is het een aardig klus. Ja. En dan die 9 tegen 9 competitie, die gaat dus ook weer verloren. Dat was juist een leuke ontwikkeling. Ja, de E-top. Dat is een groot succes. Daar werd goed gevoetbald. Zeker. Daar werd, het was een iets kleiner veld dan het gewone grote veld. Maar die kinderen die haalden niveaus, dat was echt om te genieten. Voor ons, dat weet Jos als geen ander, op zaterdagochtend hebben wij die E-top wedstrijden. We hebben dan 2 E-top teams bij HFC. Daar wordt op niveau gevoetbald en wij zetten daar jonge scheidsrechters in. Dat zijn jongens van 13 jaar die wedstrijden in goede banen leiden. En die vinden dat een enorme uitdaging, want soms komt Ajax wel eens op bezoek of Volendam, dus BVO's komen op bezoek. En die jonge gasten vinden het mooi om dat soort potjes te fluiten. Dat gaat ook verdwijnen, vermoed ik. Want die E-top houdt op te bestaan. Het is deelsom, want die gasten die E-top wedstrijden fluiten, die zie je echt met zoveel enthousiasme en zo ontzettend serieus in het veld gaan. De brug naar een groot veld wordt daarmee geslagen. Want je gaat van een half veld naar een driekwart veld, zeg maar. Vandaar naar een groot veld. Dus voor jonge scheidsrechters is het een uitstekende brug naar een groot veld. Ja. Absoluut, werkt erg goed. Die brug is helemaal weg. Ja, want je gaat nu van die kleinere veldjes opeens naar een groot veld. Ja. Hoe dan ook. Met een grensrechter erbij, tijdstraffen, gele en rode kaarten erbij. Het is een andere wereld. Ja. Ik hoorde Martijn Prinsen van VE Haarlem eens een keer zeggen dat er nog een hele hoop voetballers zijn die het heel leuk vinden om naar de bloemetjes te kijken. Ja, die komen op zo'n klein veld, komen ze waarschijnlijk in de problemen. En ik denk zelfs dat hij, of misschien was jij het wel die het zei, dat het wel eens ten koste zou kunnen gaan van het ledenbestand. Natuurlijk, want die jongetjes die de bloemetjes plukken, die komen nu niet meer aan bod. Als je 2 tegen 2 moet spelen en 1 plukt bloemetjes, dan wordt hij er gauw uitgekript door dat andere jongetje. Dus dat wordt heel vervelend. We gaan echt kinderen weglopen, die hebben er geen zin meer in. En dat gaat leden kosten bij clubs. Ja, dat is wel duidelijk. En kijk, voor HFC met 1500 jeugdleden zal dat nog niet eens zo erg zijn. Maar er zijn ook clubs die hebben een beperkt aantal jeugdleden. Ja. En dan krijg je weer het gezoek van, we hebben niet genoeg spelers. Ja. En geen opvolging. Ja. Oké. Heren, een ander onderwerp wat ik even ter sprake wilde brengen. De KNVB heeft ook voorgesteld om het aantal clubs van 18 naar 16 terug te brengen. Nou, weet jij er alles van in? Kun je daar eens wat over? Ik weet er niet alles van, maar het is ook niet helemaal juist wat je zegt. Kijk aan. Er leeft het idee om dat te doen, omdat dat in België al sinds 2009 gebeurt. En zoals we allemaal weten is het Belgische voetbal vooruit gegaan, zowel in clubvoetbal als het nationale team. Ja. En dat wijten ze aan het feit dat ze daar een competitie spelen met een kampioenspool, met 6 ploegen.
en een versterkte degradatie. Met 16 teams in de competitie. Het heeft voor België in ieder geval meer geld opgeleverd. Omdat je veel meer spannende wedstrijden hebt, zijn de inkomsten hoger. Het niveau van België is absoluut omhoog gegaan. Want waar Nederland naar beneden gaat op de ladder, gaat België steeds omhoog. Nederland is nu weer één plekje gestegen, die staat 12e. Maar de Belgen staan gewoon dik bij de eerste 10. Ja. Dus wat dat er gaat, als het zo zou werken, dan is dat een goede zaak. De bedoeling is om het te doen in 2018, 2019. Maar dat heeft dan direct al voor de volgende competitie gevolgen. Want dan moet er een versterkte degradatie komen. Ja. Dus daar moet je nu al mee beginnen. Ja. Ik ben heel benieuwd of het erdoor komt. De directeur van de KNVB, Gijs de Jong, heeft het spreekverbod gebroken. Die komt opeens in de NRC met een prachtig verhaal erover dat ze dat gaan doen. Terwijl het helemaal nog niet zeker is. En bovendien heeft Gijs de Jong als nieuwe directeur van de KNVB niets te vertellen. Want het zijn de clubs die beslissen. Nou, hoe krijg je clubs zover dat ze dit een goede zaak vinden? Dat is wanneer die clubs uit de televisieopbrengsten en uit commercie meer geld krijgen. Want anders zeggen ze nooit ja voor dit plan. Nee. Dus je moet met een dikke zak geld die clubs langs. Ja. Dat gebeurt nu ook. Niet met die dikke zak met geld, want die is er niet. Nee. Maar daar moet aan gewerkt worden. Nou, want als er zes, er zijn er nu zes voor, de zes topclubs. En de rest is tegen, dan komt het er nooit door. Is dit niet een eerste brug op weg naar een Benelux competitie, denk jij? Nee, maar dat staat er los van. Okay. En die moet er gewoon ook komen, want het voetbal moet echt omhoog. Ja. Even nog eens een ander onderwerp. Ik heb vernomen dat er een aantal clubs momenteel overweegt om keepers met een helm te laten keepen. Ik heb Oranje-Wit is daar geloof ik al mee begonnen. Ja. Ik heb de laatste aanvolging dus. Van. Oranje-Wit is een Dordtse club en daar was een jongetje tegen die in de goal stond tegen een paal aangevallen. En toen hebben ze gezegd, we gaan hier gewoon invoeren dat alle keepers, alle jeugdkeepers met zo'n helm op moeten verplicht, gaan spelen. Verplicht is dat gestopt? Verplicht, bij de club. Dat gebeurt ook al bijvoorbeeld bij Unitas in Gorinchem. Maar er zijn 5 of 6 clubs die dat doen. De KNVB is het, tot mijn stomme verbazing, niet van plan om het in te voeren. Wat ze wel deden was in 1999 de schermbescherming invoeren. Ja. Die moet verplicht, als je geen schermbeschermers hebt mag je niet spelen. Maar de keepertjes mogen gewoon die schedelbuizers oplopen. Nou, Peter Cech, de keeper van Arsenal, is daar het grote voorbeeld van. Die zal nooit meer zonder helm keeper. En die zegt ook, eigenlijk zou iedere keeper het moeten doen. Dus dat gaat een goed idee. Ik vond het hartstikke leuk om even met jullie te praten. We zullen kijken wat er verder gaat gebeuren. En u hartelijk dank voor uw aandacht en graag weer tot de volgende keer. Oké, mensen. Heren, bedankt. Ja. Oké, okay. Jos, dankjewel. Okay.